bekijkt van aflevering 1 van een nieuwe reeks uitzendingen van De Muzen, het kunst- en cultuurprogramma van Nijmegen 1. Eén keer per maand hopen wij u diepgaand op de hoogte te kunnen brengen van actuele kunstzaken in Nijmegen. De eerste uitzending staat geheel in het teken van de prestigieuze en uitgebreide tentoonstelling Pop Art in Europa, die u tot 6 januari 2013 kunt gaan zien in Museum het Valkhof. We spraken uitgebreid met samensteller en conservator Hedendaagse Kunst, Frank van der Schoor, die ons door de expositie leidt. En we reisden af naar Amsterdam voor een bezoek aan de kunstenaar Lucasse, die als een van de voormannen van de nieuwe figuratie belangrijke impulsen gaf aan de naoorlogse Nederlandse moderne kunst. En die met een aantal prachtige werken vertegenwoordigd is in de tentoonstelling Pop Art in Europa. Voor we ons uitgebreid op de hoogte laten brengen wat kenmerkend is voor de Europese pop art, was de eerste onvermijdelijke vraag aan Frank van der Schoor. Waarom pop art? Nou ja, pop art is natuurlijk een hele vitale stroming uit een mooie periode, de jaren 60 van de vorige eeuw. En Museum het Valkhof heeft een collectie met werken van pop art, voornamelijk uit Nederland, Nederlandse pop art. Maar dat is voor ons een soort basis om van daaruit verder te werken, verder te kijken en te zien welke verbindingen dat er waren, welke contacten dat de kunstenaars onderhielden met het buitenland. En we hebben na een aantal inventariserende tentoonstellingen over pop art in Nederland, waren we echt toe om de grenzen te overschrijden en Europa als, ja, zeg maar als culturele gemeenschap ook in die pop art zichtbaar te maken. Ik denk dat pop art, zeker in de jaren 60 toen het massaal naar buiten kwam, is een prachtige weerspiegeling van de tijdgeest. En die tijdgeest is natuurlijk vanaf 1960, kun je globaal zeggen, is er een van bevlogenheid. En het is een hele kleurrijke kunststroming. Het zijn ook die jaren van het ludiek in het leven staan. Maar het is ook een kritische stroming. In die zin dat kunstenaars ook heel bewust en geëngageerd in het leven stonden. En dat is toch een verschil met Amerika, waar het een soort kunststroming is waar begrippen als coolness en flatness, dus het registreren, het afhankelijke, bijna het grafische uitvergrote beeld, is in de Amerikaanse pop art heel belangrijk. En in Europa zie je juist dat het doorwerken op bestaande tradities, denk aan surrealisme, dada, dat soort beelden, die zie je terug in een aantal werken. Maar je ziet ook terug dat in de Europese pop art dat het veel meer een individuele artistieke uiting is, zoals we dat natuurlijk in de 20e eeuwse kunst gewend zijn. Je ziet in diezelfde periode een ontzettend snelle ontwikkeling van de massamedia. En natuurlijk tv als belangrijkste massamedium dat omhoog schoot. Zou je kunnen zeggen dat dat ook meteen een belangrijk uitgangspunt voor zowel Amerika als ook voor Europa was? Nou, je ziet ook de verwachting van de media dat zeg maar door beelden van Vietnam te tonen en beelden van de Berlijnse muur en allerlei andere toch wel hele confronterende beelden aan te bieden aan de burgers in Europa, dat dat zijn effect niet zou missen. En het is inderdaad zo dat inclusief de journaals in de bioscopen, dat mensen overstroomd werden met beelden die ze eigenlijk niet zo kenden, waar ze niet zo'n mening over hadden. En ja, dat is natuurlijk toch wel een hele bepalende factor geweest, een soort schaalvergroting, zoals wij dat tegenwoordig hebben met de sociale media. Alles komt zo pijlsnel binnen en zo confronterend, dat het is vaak niet bij te benen. En ik denk dat het zo rond 1960 hier ook echt een flinke impact heeft gehad. We staan hier in de zaal waarin de kunstwerken zijn bijeengebracht rond het thema welvaart, luxe en vrije tijd. En dat zijn natuurlijk toch echt topics die in de jaren 60 zijn gekomen. En we staan hier voor een kunstwerk, een schilderij van Gerhard Richter, Duits kunstenaar. Inmiddels ook heel bekend geworden door natuurlijk alle andere prominente werken die hij gemaakt heeft. En dit schilderij heet Die Schwimmerinnen, de zwemsters. Gerhard Richter woonde in het oosten van Berlijn, in de DDR, die toen net in opkomst was. En hij heeft bij tijd zonder al te veel moeite de wijk kunnen nemen van Berlijn om zich te vestigen in Düsseldorf. En Düsseldorf was de hoofdstad van het Rijnland met een behoorlijke mate van welvaart, luxe, kunstverzamelaars, galeristen. Dus opeens kwam hij uit een schaars basaal Oost-Berlijn in de hoofdstad van de welvaart, zou je kunnen zeggen.
En daar heeft hij ontmoet Zygmunt Polke, ook een kunstenaar. Die kwam zelfs uit het Poolse gedeelte van het communistische Oosten. En ze hebben natuurlijk als kunstenaars met elkaar opgetrokken. En ze hebben een plan gemaakt. En ze waren allebei verbaasd natuurlijk over de welvaart en de doorgeschoten welvaart in hun ogen in het Westen. En ze hebben toen besloten om een kunstrichting te formeren als kunstenaars. En die noemden zij kapitalistischer realismus. En in de term zie je al verpakt dat het een soort kapitalistische variant was van wat zij kenden uit het Oosten. En dat realisme, dat was gewoon dat ze dus wilden weergeven wat er allemaal aan trivialiteiten in het Westen gangbaar was. Dat zie je ook met deze zwemmerinnen, zo'n zwemclubje, die gewoon ogenschijnlijk heel als vriendinnen heel prettig bij het zwembad poseren voor de foto. Hij heeft ook foto's gemaakt van waterskiën achter motorboten, champagneparties waar mensen het glas heffen. Maar steeds zie je bij deze vrolijke taferelen dat er een soort een afstand gemaakt wordt. Er hangt een waas over het schilderij. Je kunt haast zeggen dat de luxe van het Westen wordt overschaduwd door de waas uit de DDR. De pop art begint inderdaad, dat zei je al, relatief vroeg in de jaren 50. En dat is met name dat er op een academie in Londen, er kwam een informele groep bij elkaar. En dat waren architecten, er zat een cultuurfilosoof bij, beeldende kunstenaars zaten erbij, Richard Hamilton, Paul Lotzi, Peter Blake. En die wilden gewoon een vorm vinden, met elkaar een mentaliteit, een vorm vinden om hun beleving van de tijd zeg maar ook in beelden, architectuur zijn plek te geven. En in het begin was het een aantal jaren alleen maar workshops. Mensen praten erover, overlegden van hoe gaan we dat aanpakken, wat is voor jou een belangrijke focus bij de tijd. En op een gegeven moment kwam daar ook een vorm van organisatie bij. En dat heeft toen geleid tot de tentoonstelling in 1957. En toen kwam het echt in Londen naar buiten. En die tentoonstelling die heette de mooie titel This is Tomorrow. Wat natuurlijk vreemd verwrongen Engels is. Maar daarmee wilden ze aangeven dat morgen, de dag van morgen, de toekomst, dat die onder handbereik lag. En dat is eigenlijk de eerste zichtbare manifestatie van pop art in Engeland. En je ziet op dat moment ook dat, zeker in Londen natuurlijk, dat er een hele groep muzikanten, popmuzici en kunstenaars daarmee begaan waren. En dat is ook wel weer het leuke van Londen, wat natuurlijk swinging was, waar the place to be. En dat een heleboel mensen waren opgeleid op de kunstacademies, maar kwamen natuurlijk als kunstenaar niet direct aan de bak. Dat was geen mogelijkheid om geld te verdienen. En dan zie je vaak dat ze vanuit de contacten in die kunstwereld en het hippe Londen, dat mensen in de popmuziek terechtkomen. Dus er zijn zeker in Engeland zijn er verbindingen tussen popmuziek en popkunst. En dat zie je soms ook terug in decorstukken, in muurschilderingen, in kleding natuurlijk, modevormgevers, in platenhoezen. Dus dat zit in Engeland, zit dat gewoon op een hele leuke manier met elkaar verweven. Dit is de zaal waarin de kunstwerken bij elkaar zijn gebracht. Die gaan over engagement, over politiek, over statements. En dit is een kunstwerk van Evelien Axel, een Belgische kunstenaar, opgegroeid in Namen en Brussel. En ik vind het altijd leuk om te vermelden dat Evelien op haar tweede levensjaar is gekozen tot de mooiste baby van België. Dat zegt natuurlijk iets over de ouders die die ambitie hadden. Het was een soort glamour society milieu en daar is in opgegroeid. Ze is ook al heel snel presentatrice bij de BRT geworden. Heeft een carrière gemaakt als fotomodel. En ja, al vrij jong besluit ze toch om zich helemaal te wijden aan de kunst en de beeldende kunstenaar te worden. En dit is een wat later werk van haar. Dit heet Le Joli Mois de Mai, dus de mooie meimaand. En alles ziet er mooi uit, hippieachtig, flower power, alles ziet er stralend uit. Maar de titel verwijst naar de meimaand in Parijs, Parijs 68, waar natuurlijk de eerste opstand waren van de studentenbewegingen, de barricades werden beklommen. En je ziet dat hier iets van terugkeert. Je ziet de Marianne, de Franse symbool van de revolutie, van de vrijheid. Je ziet hier Pierre Restany afgebeeld,
een van de grote leidsmannen van het Franse Nouveau Realisme, waar Axel ook was aangesloten. En wonderlijk genoeg zie je hier een zelfafbeelding met kwast van Evelien Axel, geheel en al naakt. En dat was ook in haar beleving was het heel belangrijk dat je je naaktheid inzette in de strijd om de maatschappij te verbeteren. Want ze zei, mijn sterkste expressie is mijn eigen lichaam en daar kan ik mij mee manifesteren. En het is een hele specifieke vorm van feminisme, van zelfbevrijding waar zij vorm aan heeft gegeven. We hebben toch de karakteristieken, de kernmomenten van die tijd en van de popart geprobeerd in beeld te krijgen. En er zijn natuurlijk opvallende dingen die echt bij de tijd horen. Denk ook aan de ruimtevaart, hè, wat natuurlijk een idee is. Iedereen fascineerde dat. Ik vond het opmerkelijk dat je van bepaalde tijdschriften in de jaren 64 en 65, zoals Time Life en het Franse Paris Match, zie je toch 3 of 4 voorkanten van de 12 nummers per jaar, daar staat een ruimtevaarder op. Dus dat was fascinerend, dat waren de helden van die tijd die de ruimte ingingen. En mensen waren natuurlijk toen ook bezig van, is er leven buiten de aarde? Zijn er mannetjes op de maan of op Mars? Dat was in ieder geval een hele sterke tijdsbeeld toen. Maar natuurlijk was het een tijd ook van verwachting en van de wereld zou tot vrede moeten komen. En dat werd toch behoorlijk gefrustreerd door alle conflicten die er waren over de wereld. En ja, wat dat betreft was de jaren 60 natuurlijk een periode van maatschappelijke en sociale omkeer. Maar politiek en qua conflicten was het een zeer bewogen tijd. En dat zijn van die beelden die hier bij de politieke afbeelding ook nadrukkelijk terugkomen. We hebben een prachtige afdeling met iconen, vrouwelijke iconen, ook een paar mannelijke iconen. Omdat de jaren 60 natuurlijk toch voor het eerst ook de tijd zijn van de ranking. Er was behoefte aan sterren. Denk aan Marilyn Monroe. En in Europa hadden we Brigitte Bardot en Monica Vitti als prachtige dames. En ja, die uitstraling, die iconen, die zijn door de kunstenaars dankbaar gebruikt. En niet om ze op een hoog voetstuk te zetten, maar gewoon als symbool van de tijd. Dus ook Marilyn Monroe zie je in de Europese popart ook in haar kwetsbaarheid, in het bewogen leven wat ze geleefd heeft. En ja, dat zijn wel interessante dingen om te zien dat de menselijke factor ook aan bod komt. Ja, we staan hier in de zaal waar de kunstwerken bij elkaar zijn gebracht rond het thema iconen en verleidelijke vrouwen. En dit is een schilderij van Pauline Boti. Die zelf een prachtige vrouw was om te zien. En ook een graag geziene gast in de kunstkringen van Londen in de jaren 60. En zij heeft hier het schilderij de titel gegeven Celia Burswell and Some of Her Heroes. En daarmee geeft ze dus aan het netwerk, de bewonderaars, de iconen waar zij voor gingen. Die zijn op het schilderij aangebracht. En zo zie je bijvoorbeeld hier de beeldenis van Elvis Presley. Marlon Brando op het schilderij. Daarboven zie je Alain Delon, wat natuurlijk ook bijzonder is, een Franse kunstenaar in Engeland. En hier de toen al de senior van de scene, David Hockney, met een weergave van zijn schilderij. Het hele schilderij ademt de sfeer van glamour en van sterrendom, maar wel weer op een persoonlijke manier weergegeven. Pauline Boti is toen geweldig snel doorgebroken en heeft de waardering gevonden. Maar is na de hand een beetje in de vergetelheid geraakt omdat zij heel jong op haar 28e overleden is aan de gevolgen van een hersentumor. En met de vertegenwoordiging van drie van haar werken in de tentoonstelling hebben we haar weer eens een keer centraal willen stellen. Frank, de Nederlandse schilder Lucassen is ook met twee prachtige werken vertegenwoordigd op de expositie. Wat kun je over hem zeggen? Wat is karakteristiek voor zijn werk? Ja, Lucassen is Amsterdammer, geboren in 1939. Dus inderdaad ook weer die generatie mensen die na 1960 behoefte hadden om hun eigen uitdrukking te vinden, hun eigen beleving van de tijd te schilderen. En Lucassen was bijzonder goed geïnformeerd, verkeerde in heel veel kringen. Heeft ook contacten gehad met Belgische kunstenaars bij het beschilderen van een kasteel in Beerveld. En van daaruit was hij voortdurend in contact met allerlei collega's. En dit heeft ook geleid tot het inzicht dat hij had. Want hij heeft een geur als een olifant over de periode. Hij kan alle
tentoonstelling Stedelijk Museum. Denk aan Bewogen Beweging en Dilabi. Al die tentoonstellingen die legendarisch zijn geweest begin jaren 60. Daar kan hij over vertellen alsof hij er nog in rondloopt. En zijn kennis van de kunst uit die jaren is heel bijzonder. En dat heeft hij voor een deel ook verwerkt in zijn schilderijen. Want dit schilderij Pin-Up, daar zie je ook dat die zelfs benoemd zijn als geïnspireerd door de figuren van Alan Jones, de Britse popartkunstenaar. Maar ook door Max Ernst, die natuurlijk geldt als de grote voorloper van het surrealisme. En wat dat betreft verbindt hij tradities ook aan elkaar. En in zijn werk komt dat tot uitdrukking en hij kan er ook heel bevlogen over praten. Kun jij je nog herinneren dat die popart opkwam? En hoe maakte dat, hoe kwam dat bij jou aan? Opkwam. Ik werd er in één keer mee geconfronteerd. Laat ik het zo zeggen. Ik was bezig op begin 60, vanaf 60. 1960 werk ik zelf op mijn atelier dan, had ik een atelier. En ik had al direct een soort idee over dat wat ik wou anders was dan mijn voorgangers. En mijn voorgangers had ik allemaal mateloze bewondering voor. Dat waren dus de mensen van de Cobra of de Amerikanen, het abstracte expressionisme. Dus wat ik wil zeggen is dus eigenlijk dat ik ervan overtuigd ben dat de enige goede kunst die gemaakt werd toen abstracte of semi-abstracte was. Ja. Dus dan denk je nou automatisch al dat leiden bij mij dat ik ook kies daarvoor. Maar ondanks mijn mateloze bewondering voor die mensen. Ik herinner me dat ik de eerste keer Heiboer zag. Nou ja, of Dubuffet. Ik was van de kaart. Ik begreep niet dat iemand zulke goede dingen kon maken. Hè. En het was ook mijn eerste echte confrontatie met moderne kunst. Hè. Dus ja, het is dus zo dat je dat. Zo'n eerste confrontatie is bijna ontstellend, was ontstellend, maar dat ik zulke waanzinnig goede dingen zag, die ik eigenlijk, ja, hoe komen die mensen op die vorm? Hè? Dus dat was, later nu is het dus zo dat je ook nog heel erg verrast kan worden, maar het fenomeen, die eerste confrontatie met het fenomeen, dat was, ja, gigantisch. Dus dan denk je, nou, als je dat dan vindt, hè, dat die abstracte kunst semi-abstracte kunst het belangrijkste is, figuratieve kunst, zag je eigenlijk niet van kwaliteit. Of het moest historisch zijn, hè, eerste helft van deze eeuw, de magisch realisten, nieuwe zakelijkheid. Die hebben hele grote kunstenaars voorgebracht, ondanks dat het figuratief, puur figuratief is. Maar voor mij was het dus uitgesloten eigenlijk. Nou, niet uitgesloten, want tegelijkertijd dacht ik dus van die abstracte kunst, daar zitten de grote kunstenaars, maar ik wil iets anders. En dat had denk ik te maken met dat ik een geweldige belangstelling had, ook voor de figuratieve van de eerste helft van deze eeuw. Mm-hmm. Hè? En voor die abstract, dat er bij mij iets een soort gedachte speelt, ik wil tot een synthese komen, ik wil dat binnen één beeld brengen, figuratief, synthese tussen figuratief en abstracte kunst. En dan ook tegengesteld in, dus aan de ene kant wat emotionelere schilderwijze, aan de andere kant wat rationeler, hè, dan kan je denken aan de geometrisch abstracte kunst, dat allemaal binnen één beeld zien te brengen. Hè? Mijn synthesestijl. Daar had ik al heel vroeg dat idee. Maar wat gebeurde? In dat figuratieve aspect zaten een figuratie, objecten of wat dan ook, die verwezen naar de gewone alledaagse werkelijkheid. Gewoon een pakje sigaretten, een doosje sigaretten zijn of zo, die je dan opnam in een abstract beeld. En wat was dus die confrontatie met die poppa? Dat ik zag dat die mensen ook die alledaagse banale dingen schilderden. Dus dat was natuurlijk een vorm van herkennen. Herkenning, ja. Ja. Ja.
Maar ik ben er dus nooit op uit geweest, echt zo pop in die betekenis. Ik noemde dat mijn werk eerder nieuwe figuratie en dan met die basis van die synthese stijl. Dus eigenlijk zag ik bij die mensen ook iets, wat bij mij ook een rol speelt, dat het dus niet een afzetten was tegen de abstracte kunst, maar dat het er doorheen was gegaan. En ik merkte later ook dat al die mensen aanvankelijk ook een beetje abstracter gewerkt hadden, zoals ik dat dus ook had gedaan. Hè? Mm-hmm. En, dus tot zover denk ik dat daar dat ook dat nieuwe in zat, dus die nieuwe figuratie, dat zich, die zich niet beriep op die traditionele figuratie, academische figuratie, maar echt vanuit en door de abstracte kunst heen was. Dus dat herkende ik bij een aantal op die tentoonstelling. Ik meen dat daar ook de Pieter Sol bij hing. Dat was, vond ik dus heel fantastisch. Dat was de expositie in 1964 in het Haagse Gemeentehuis. Ja. En in 1965 zag ik voor het eerst dus de echte popaart, of tenminste de Amerikanen. Ja. En daar had ik van meet af aan weinig mee. En toen niet, en nu al helemaal niet meer. Ik vind dat veel te eenlagig. Plaatjes, Lichtenstein, Warhol. Ik vind het flauwekul. Eigenlijk vind ik dat flauwekul. We hadden het over abstract, figuratief. Is de figuratie die in jouw werk naar boven komt, is die verhalend bedoeld voor de kijker? Is dat is die anekdotisch, verhalend, informerend? Nou, niet. Ik hou niet zo van anekdotisch. Misschien kan je enigszins zeggen verhalend, maar dat kan de ene keer duidelijker verhalend zijn, de andere keer veel associatiever. Hè? Dus, maar ik ben er natuurlijk niet op uit, denk ik, om dat voor andere verhalen af te maken. Maar ja, ik heb een bepaald wereldbeeld die niet heel erg optimistisch of idealistisch is. Dus, en dat vindt toch een neerslag in het werk uiteraard. Dat werk ben jij. Ik heb dus zelfs het gevoel dat als het goed is, dat bij echte goede kunst zie ik dat. Dan is die kunst daar opgelost in het werk. Als ik denk aan een grote kunstenaar, dan denk ik dus niet aan de man, maar dan denk ik aan het werk. Dat iemand lost op in het werk. Tot slot, Frank. Wanneer zou je kunnen zeggen dat de popaart eigenlijk stopt en dat het afgelopen is? Ja, er zijn verschillende theorieën over. Maar ja, ik hou het zelf graag op rond 1970. Want je ziet ook in de beoefening van de kunst dat een decenniumwisseling is toch een periode van herbezinning. Van hoe staan we ervoor? En in 1960 zie je gewoon dat een heleboel gebeurt. Tot uitdrukking komt, tot ontplooiing komt. En in de jaren 70, dan komt eigenlijk een soort einde aan het ludieke, het naïeve. En je moet je voorstellen, The Summer of Love is 1967. San Francisco is die tijd. En dan heb je de popfestivals. En in 1970 zie je gewoon dat er al meer een besef komt van hoe gaan we met onze aarde om. Een dreiging van energieschaarste. Je ziet ook de eerste energiecrisis zich aankondigen. En de internationale situatie wordt moeilijker en zorgelijker. Dus ik denk dat de blijmoedigheid van de jaren 60 dat dan omslaat. In een nieuwe periode, in een andere periode. En dat zie je ook in de beoefening van die popaart. Dat het dan eigenlijk al heel snel over zijn hoogtepunt heen is. U kunt de tentoonstelling Pop Art in Europa zien tot 6 januari 2013 in Museum het Valkhof. Tot zover deze eerste uitzending van De Muze in een nieuwe reeks. Het programma van vanavond werd gemaakt door Stefanie de Beer, Thijs van Leur en Bas Andriessen. We zijn er weer op zondag 16 december. We hopen dat u dan weer kijkt.